Vooraf aan het tuinbouwrelatiedagen werd een symposium georganiseerd door de LLTB en de ZLTO. Het symposium heeft de titel Anticiperen op weersextremen met als leadlezer Piet Paulusma. Ja, het zijn inderdaad drie lezingen die eigenlijk een gezamenlijk onderwerp hebben. En dat is eigenlijk al het onheil wat er hier de afgelopen tijd gebeurd is in zowel Limburg als in Brabant. En dan heb ik het met name over de weersextremen, dus de supercel, hè, de grote hagelstorm eigenlijk die we gehad hebben. En de waterschade, dus er is heel veel regen gevallen. Met heel veel schade voor heel veel agrarische bedrijven. En die schade die is niet altijd gedekt, waardoor er hele grote kostenposten dreigen. Voor heel veel bedrijven. Dus ik denk een heel actueel onderwerp. En dat is de reden dat we daar ook nu op inzetten. Nou, drie lezers dus vandaag. Wie komen er hier iets vertellen? Ja, Piet Paulusma komt iets vertellen over het weer en de weersextremen en het feit dat we steeds meer weersextremen zien in Nederland. Hoe vond het om in Venray te zijn? Nou, ik ben wel eens vaker in Venray geweest, maar niet in het centrum volgens mij. Niet op deze manier. En ik vind het een heel mooi dorp. Ik dacht altijd dat het een stad was, maar het is een dorp. En heel mooi. Ik vind het gewoon fantastisch. En dat is niet omdat ik hier ben, maar ik heb dat ook tegen mijn collega gezegd. Wat is die mooi. Dat is natuurlijk niet de enige reden dat u hier bent, want u heeft zojuist een lezing gegeven. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, ik heb een verhaal gegeven over de opwarming van de aarde, de gevolgen daarvan. We hebben dat de afgelopen jaar natuurlijk gemerkt met die hele zware buien. We hebben er met ons allen mee te maken, met die opwarming. We merken elke dag de gevolgen, we merken elk seizoen de gevolgen. We merken dat het gemiddeld warmer wordt. We zien dat als Sinterklaas binnenkomt er nog blad aan de bomen zit. En dat zou voorheen ondenkbaar zijn, om dat voorbeeld te geven. Maar als boer zijn heb je natuurlijk te maken met het feit dat het land bewerkt moet worden. Dat je het over tuinbouw, veeteelt en landbouw hebt. En die zijn rechtstreeks afhankelijk van het weer. Deze lezing was puur informatief. Merkt u nou dat u veel vragen krijgt van deze doelgroep? Ja hoor, heel veel vragen. En dat is ook logisch. Want men is toch aardig geschokt het afgelopen jaar. Maar het is al een tijdje aan de gang dat die zware buien meer in zuidelijk Nederland aan doen. Zuid-Duitsland, België, delen van Frankrijk, Alpenlanden. En je ziet dat door de opwarming eigenlijk dat gebied elk jaar wat meer activeert. En meer extremer gaan voorkomen, ook richting het noorden. Als we het over opwarming hebben, zijn heel veel mensen die zeggen, ja, we hadden dat vroeger ook. Als je de staartjes bekijkt op dit moment, dan is het toch wel zorgelijk hoe snel de aarde opwarmt. En dat zullen we merken in extremen in het weer. Was er een grote opkomst? De opkomst was prima. We wisten van tevoren niet precies hoeveel mensen zouden komen. Alleen je merkt gewoon wel dat het leeft. Hè. Dat moet ook eigenlijk wel nadat toch wel zo'n ramp is gebeurd. Want ik denk dat ik het met recht al een ramp mag noemen. Dus mensen die vragen zich af, hè, van hoe kan ik mijn bedrijf zo goed mogelijk indekken tegen allerlei schades en risico's en noem maar op. En dit soort extreme weersomstandigheden die we de afgelopen tijd hebben gehad. Die trekken toch wel mensen naar dit soort bijeenkomsten. En ik denk dat dat heel erg goed is. En een stukje bewustwording kunnen we denk ik met z'n allen wel heel goed gebruiken daarin.